Goedemiddag. U kijkt naar het weerjournaal van weerplaza.nl. Een zwakke storing ligt boven de Atlantische Oceaan en boven de noordelijke helft van de Noordzee en met de voorgrenzende bewolking hebben wij vandaag ook al te maken en in het noorden van het land valt zelfs af en toe wat lichte regen of motregen. In het zuiden van het land is het nog wel zomers warm geworden met de temperaturen rond 25 graden. Als ik alles in beweging zet, dan is te zien dat het front geleidelijk aan dichterbij komt. En dat gaat met een dusdanig langzaam tempo dat we eigenlijk morgen pas op veel plaatsen mee te maken krijgen. Maar vanavond kan er dus in het noorden al gedurende enige tijd wat lichte regen of motregen vallen. Vanavond, dus in het noorden, wat lichte regen of motregen. In het midden en zuiden van het land is het vrijwel droog. Met in het zuiden van het land de meest brede opklaringen. De temperatuur die blijft nog lang aan de vrij hoge kant, met 19 tot 22 graden. Maar zal in de loop van de nacht vrij snel gaan dalen. De temperatuur die komt uiteindelijk uit op zo'n 16 graden in het noorden, tot 13 of 14 graden in het zuiden van het land. Ondanks dat de koude lucht uit het noorden komt, koelt het in het zuiden dus het meest af, maar dat komt omdat daar dus de meest brede opklaringen zitten. De regen breidt zich geleidelijk aan steeds verder uit over het land, maar zal in de ochtend het midden van het land waarschijnlijk nog niet bereiken. Morgen gaat er dan uiteindelijk op veel plaatsen lichte regen of motregen vallen. Als eerst in het midden, in het noorden en midden van het land, later dus ook in het zuiden. In de loop van de dag wordt het dan in het noorden van het land weer droog en breekt daar af en toe de zon door, maar de temperatuur die haalt daar met moeite nog maar de 20 graden. Voordat de lichte neerslag ook het zuiden van Limburg bereikt, kan het daar nog 24 graden worden, met voor die tijd ook nog af en toe wat zon. De zuidwestenwind is wel stevig, matig boven land, windkracht 4 en vrij krachtig tot soms eventjes krachtig aan zee, windkracht 5 of 6. De komende dagen dan blijft het licht wisselvallig. Met zondag dus nog in het oosten en zuidoosten eerst nog wat lichte regen of motregen. Dat hoort allemaal bij de storing die morgen passeert. Temperaturen dan aan de lage kant, 17 tot 21 graden, waar normaal 21 graden is voor het midden van het land rond deze tijd van het jaar. In de loop van de dag wel op de meeste plaatsen droog. Het is een best aardige dag, alleen dan ook die stevige westenwind met vooral een C, zee, zee, soms echt een vlagerig karakter. Maandag valt er dan in de ochtend misschien nog een beetje neerslag. Dan is de rest van de dag op veel plaatsen gewoon droog. Iets warmer dan de zondag, 20 tot 24 graden. En dan dinsdag nog ietsjes warmer dan 20 tot 25 graden. Maar neemt de kans op regen en een heel stel buien weer snel toe. De wind is eerst uit het oosten, vandaar dat het een stukje warmer kan worden. Maar draait in de loop van de dag naar het zuidwesten en daardoor kunnen storingen ons land weer bereiken dat het de komende periode wisselvallig wordt zien we ook aan de pluim veel onzekerheid maar ook vrij lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Zoals ik net al zei, de normale waarde voor deze tijd van het jaar ligt zo rond 21 graden. En daar komen dan maandag dinsdag en misschien woensdag nog wel aan, maar daarna dan lijkt het toch echt een stukje te koud voor de tijd van het jaar gaan worden. De droogte is de afgelopen periode wel een behoorlijk issue geweest en vanaf dinsdag nemen de neerslagkansen flink toe. Dus dat betekent dat er voor dit, vooral voor de tuintjes en natuurlijk ook voor de boeren toch wel weer genoeg water naar beneden zal komen. Maar waarschijnlijk wordt het niet genoeg om het hele droogteprobleem op te lossen. Daarbij moet ik wel zeggen dat het vrij normaal is voor de zomer dat er een neerslag tekort is aan het eind van de zomer. Maar zoveel als dat we nu hebben is vrij uitzonderlijk. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.